Want zoals ik zei, we trappen met Willem af. Wij zijn ook eigenlijk met Willem begonnen, toen wij aan dit project begonnen. Want de eerste vraag die wij ons stelden van die democratie waar wij in leven, is toch eigenlijk het best denkbare systeem. Er is toch niets beters. Toen bleek Willem Schinkel, socioloog aan de Erasmus Universiteit, een boek geschreven te hebben dat heet De Nieuwe Democratie. Nou, dat was een boek dat we moesten lezen, natuurlijk. En naar aanleiding daarvan hebben we een aantal keer met Willem gesproken. En inmiddels mag ik ook een inwoner of anders een toerist. Voor de terugkerende, zeg maar, jouw Franse zomerhuisje is een borst geworden waar je regelmatig weer gaat met ons praat. Je kunt op de voorstelling misschien, het is eigenlijk een voortdurend gesprek. Maar het is dus begonnen met het boek die we in de geschiedenis. Misschien dat we daarbij kunnen beginnen bij het boek. Ja, heel in het kort. Wat vertel je nu? Ja, het boek is geschreven vanuit het idee dat we in de dagelijkse leven staan dat de democratie zoals wij hem kennen, dat dat simpelweg democratie is, dat je daar eigenlijk niet zoveel meer aan hoeft te doen en dat eigenlijk wat dat betreft de geschiedenis ten einde is. Er is politiek gezien niet veel meer te doen en politiek is eigenlijk ook, dat ik me nu word gedepolitiseerd eigenlijk. Politieke spanning is eruit gehaald en politiek is gereduceerd tot ja, hier een probleempje oplossen, daar een probleempje oplossen, een beetje probleemmanagement. Wat is politiek eigenlijk? Nou, dat is lastig, daar bestaan heel veel ideeën over, maar politiek heeft in ieder geval altijd te maken met fundamentele spanningen die te maken hebben met macht en met rechtvaardigheidsvragen, met de vraag wat vrijheid is. En wat je kunt constateren is dat in onze democratie het idee bestaat van nou, voor onze maatschappijinrichting, voor onze economie, onze politiek, onze omgang met de natuur, daar zijn eigenlijk geen alternatieven voor. Die zijn niet meer denkbaar, die zijn niet praktisch meer, we hebben geen alternatieven. En dat hoeft ook niet. En nou, dat is ergens lastig, omdat je toch kunt zeggen dat vrijheid betekent dat je alternatieven hebt. Dat het niet zo is dat als je als nieuwe generatie geboren wordt in de maatschappij, dat de ouderen eigenlijk zeggen, nou jongens, welkom, zoals het nu is, zo kappelen we verder. Daar is eigenlijk niets meer aan te doen. Dat betekent eigenlijk dat we een heel beperkt idee van vrijheid hebben. En dat zie je op allerlei momenten. Onze economie levert ons een hele hoop problemen op. De omgang met onze ecologie is dramatisch. Als we daarin echt geen enkel alternatief hebben, betekent dat dat we radicaal onvrij zijn. En dat doen wij voortdurend in het idee dat wij ontzettend vrij zijn, dat wij de meest vrije mensen op de aarde zijn. Nou, daar zit een probleem. Even tot hier al, dat is eigenlijk hè, dat is de basis van je boek. Hè? Ja. Daaruit, maar je noemt een aantal dingen. We leven in een gedepolitiseerde tijd. Dus de politiek waarin je eigenlijk een meningsstrijd hebt, ik weet niet of ik het zo mag doen, waarin je dus probeert iets te bevechten, waarden te bevechten, die politiek die verdwijnt, ja. Omdat, ik probeer het eigenlijk gewoon samengevat te zeggen naar de woorden, omdat mensen denken, ja het is wel goed zo, het kan toch niet beter. Maar heb je een voorbeeld, gewoon concreet een voorbeeld waaraan je merkt dat mensen dat denken? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld bij verkiezingen. Als je kijkt waar de meningsverschillen in de politiek over gaan, dan moet je eigenlijk constateren dat het een soort schijnmeningsverschillen zijn. Want over de fundamentele zaken is iedereen het in. Niemand zegt van we moeten eigenlijk op een heel andere manier omgaan met onze natuur. Die is daar niet voor ons om te exploiteren. Maar daar moeten we zoveel mee omgaan, want die bij terug op een gegeven moment in de vorm van klimaatverandering bijvoorbeeld. Waar de verschillen liggen, dat is in procentjes hier en daar. Procentpunten koopkracht die politieke partijen belopen in 2014. En dat was, want in de laatste verkiezingen was dat weer een heel centraal thema. En daar weten ze niks van. In 2007 zag men de economische crisis van 2008 niet aankomen, dus over 2040 kun je helemaal niks zeggen. Dus dat is een heel erg schijnstrijd. Maar onze media zijn er ook goed in, omdat de stage, alsof het iets heel spectaculairs is waar enorme meningen botsen, maar dat moet niet zomaar invallen. Want daaronder ligt een heel grote consensus over waar we naar heen moeten. Dat zie je ook in de manier waarop de politieke uitersten bij ingekomen zijn. Er bestaat nauwelijks verschil tussen het PvdA en het VVD. Dat is ook waar we makkelijk kunnen regeren. En dat is in Nederland eigenlijk heel expliciet geworden met de paarse kabinetten, waar wat links en rechts heet bijeen kwam. En dat kon alleen maar doordat links, de PvdA, toen expliciet zei, nou, ideologie hebben we niet meer nodig. Dat, we kunnen gewoon politiek opvatten als waren wij een managementteam, als waren wij een BV Nederland die gewoon goed gerund moet worden. Is dat wat er nu aan de hand is? Dat is gewoon wat er nu aan de hand is, ja. En dat vergeet natuurlijk dat in de politiek iets heel fundamenteels op het spel staat. Wie zijn wij als volk? Zijn wij vrij? Hoe kunnen wij vrij worden? Hoe moeten wij de zaken verdelen? Wat zijn de fundamentele principes die daarachter liggen? En juist in de tijd van financiële en economische crisis, waar je dus eigenlijk op de grenzen stuit van het economisch systeem, zie je dat zulke fundamentele vragen volledig erbuiten gehaald worden. En dat technocratische oplossingen boven gaan voeren. Ja, dus technocratie is eigenlijk zeg maar, dat managen, zeg maar. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Dus oké, onze politici zijn een managementteam geworden en dan, ja, dat is dus eigenlijk de depolitisering. In de zin van dat de echte politiek, het bevechten van de waarden, het eiken van de waarden aan de tijd en aan de mensen, ja, zoiets, dat is eigenlijk niet meer aan de orde. Dat is het ene aspect. Het andere aspect is dat het verdwijnen van verschillen tussen politieke partijen. Het politieke spectrum is erg samengesmolten en dat leidt ook tot depolitisering. Dat is ook depolitisering. Ja. En een manier om die technocratie te zien is de nadruk die gaat steeds weer gelegd wordt op bezuinigen. En bezuinigen is ook een soort verdeel- en heerstrategie, omdat bezuinigen wordt in stukjes gehakt, dus de bezuinigen op cultuur, in handel en dan. En in de cultuursector gaat men naar de malenkracht. En in het onderwijs haalt men zich rustig van en hoopt dat de tijd niet komt. En dan komt het onderwijs en zo verder. En dat is een heel handige manier om de fundamentele vraag, ja, maar moeten we eigenlijk wel bezuinigen en wat staat er op het spel als we bezuinigen? Wat betekent bezuinigen eigenlijk? Waarom zou je dat doen? Hou je dan, is dat niet een kampachtige poging om dat economisch systeem dat ons die crisis op heeft geleverd, eigenlijk te bestendigen, in stand te houden? Is dat niet een soort pappen en nat houden? Dan moet je een fundamentele vraag stellen over die economie. Al die vragen worden op de achtergrond. Ja, ik wil even, want ik denk ook meteen dat je iemand zit. Luister hiernaar, het is misschien voor velen van jullie ook een nieuw verhaal, voor anderen misschien ook niet. Maar ik nodig jullie echt uit om even te zeggen, oh stop, begrijp ik niet, volgende. Dus ik heb alvast een eerste check. Zijn jullie mee met het verhaal? Ja? Volledig de technocratie. Ja, je zou kunnen zeggen wat dat betekent dat je politieke problemen vooral als technische problemen ziet. Waarbij het niet gaat eigenlijk om politieke beslissingen, maar om economische calculaties. Dat is ook waarom je in veel Europese landen na de economische crisis eigenlijk kabinetten hebt gehad, zoals in Italië, waar wetenschappers de boel runnen. Dat is een slechte zaak. Die gaan rekenen. Die hebben geen enkele notie van wat politiek verder is. En je hebt ook in Nederland gezien dat na die paarse kabinetten, die heel erg dat idee hadden van jongens, Nederland is bijna af, nog een paar dingetjes hier en daar gewieken. Dat toen eigenlijk iedereen dacht van, gaat hartstikke goed. Toen kwam Pim Fortuyn. En dat had te maken met het feit dat de mensen, ook al ging het misschien objectief gezien goed, toch het gevoel hadden dat er iets verdwenen was uit de politiek. Namelijk de strijd, de ideeënstrijd om wie wij fundamenteel zijn, en dat zal zich altijd uit in de politiek. En elke politiek die vergeet dat dat fundamenteel is voor wat politiek is, die zal dat betalen. En dat hebben we gezien in de vorm van Pim Fortuyn. Destijds dacht men, het gaat goed met het land, de criminaliteit daalt, de economie is allemaal prima. En hij is daar ineens die Fortuyn, die heeft over de puinhoop van 8 jaar paars, hoe komt hij daarbij? Maar als een verhaal het overtuigde, en het overtuigde omdat mensen voelden dat daar iets verdwenen was uit de politiek. dat die politici eigenlijk managers waren geworden. Maar daarvoor is het niet gekomen. Maar aan de brekels, hè? Dus, ja, dat is een vraag. Ja, zeker. En ook dat we het allemaal antwoord. Ik? Nou, maar nee. Wat is het nou zo? Je schrijft ook, we leven in Museum Nederland. Dat is het hier aan. Ik denk dat bij die depolitisering hoort dat Nederland, en dat geldt voor veel andere Europese landen, misschien wel voor Europa, in zichzelf gekeerd is geraakt. Dat wil zeggen dat het eigenlijk een extreme focus op Nederland heeft. He, tot aan het aantal Nederlandse liedjes in de hitlijst daar aan toe, is de Nederlandse cultuur steeds centraler komen staan in het publiek debat. Dat is iets waar we trots op moeten zijn. Dat is onze achtergrond, daaraan moeten buitenlanders zich aanpassen als ze hier komen. En in die zin zou je kunnen zeggen dat de metafoor van een museum geldt. Van een museum waarbij we trots zijn op ons erfgoed. Dus naar het verleden kijken eigenlijk. Voor de toekomst hebben we geen enkel idee. We hebben namelijk geen utopie of een ideologie meer. We hebben geen toekomstvisie. We zijn alleen maar het mens. Dus we bogen ons op ons cultureel erfgoed. En verder beschermen we dat. Door camera's op te hangen overal. Door ze posten bij de deur te zetten. Door onze grenzen te bewaken. Voor Europa. En dat is eigenlijk. En verder is Europa natuurlijk überhaupt. Ja, het is nog interessant, een soort openluchtmuseum voor Chinese toeristen. Maar in toenemende mate is Europa wel over zijn hoogtepunt heen. Niet dat het allemaal zo dramatisch is, of dat ik zeg van nou, het is voorbij. Nee, we hebben voldoende creativiteit, denk ik, om daar iets moois van te maken. Maar dat doen we niet door alleen maar te zeggen, wij hebben een fantastische cultuur. Wij zijn ontzettend verlicht. En al die mensen die hier komen, die moeten eerst maar even verlicht raken en net zo homovriendelijk worden als wij. En dan komt het allemaal goed met ze. Waar komt die neiging vandaan dat wij willen monumentaliseren? Dat wij een museum is. Waar komt dat vandaan? Die neiging? Dat is een lastige vraag waar het vandaan komt. Is je monumentaliseren van mooie termen? Ik denk dat het waar het vandaan komt, het is het enige alternatief wat je hebt als je niks hebt voor de toekomst. Als je zegt van nou ja, zoals het nu is het ongeveer af. Democratie is iets waar Grieken ooit over nadachten. Toen een aantal Fransen en wat Amerikanen en verdomd in Nederland. Daarin hebben we het gerealiseerd. Je hoeft er niets meer aan te doen, klaar. Een heel ondemocratisch idee als je denkt dat de democratie af is. Een heel bedreigend idee. Maar dan heb je niks voor de toekomst. Dus dan zeg je, nou ja, dan hebben we ons verleden. Precies. Dan. Maar waarom is dat bedreigend? Ja, nee. Dat is een vraag. Oh. Als je zegt monumentaliseren, omdat wij van het monoliberalisme met neoliberalisme verder gegaan. En het juist weglaat van ideologieën door linkse partijen als links mag geheten. Het gevolg daarvan is dat wij met zijn alle producten van de markt zijn geworden. Zelfs monumentalisering is een marketingterm. Niet dat je dat bedoelde, wil ik niet even de nadelen, maar iets uit je eigen context houden, in een kader zetten en presenteren. Dat is monumentaliseren. Want dat is marktdenken. En wij zijn zelf in producten van markt geworden, maar tegelijkertijd wij hebben het gevoel, wij doen arbeid, dus wij zijn producent van producent. Dus in feite is de verschuiving tussen macht, tussen producent en consument. En dat zorgt dat wij als gevolg ook genoegen nemen als wij jullie representeren. Het is een showroom. Een soort drost-effect. Nee. Zo zie ik het. Ik denk dat er een sterke relatie bestaat tussen dat idee van de culturele Nederlander als een verlicht, redelijk wezen en het beeld van de economische producent en consument die onder neoliberale condities doorvoorgebeurd wordt. Daar is een heel sterke relatie tussen. Ik weet niet of neoliberalisme het enige is wat we meemaken. Het is tegelijkertijd een heel sterke hang naar gemeenschap. En ik denk niet dat het allemaal te reduceren was tot neoliberalisme, maar het is een heel belangrijk. Neoliberalisme is een term geworden die ook dat idee beschrijft dat er geen fundamentele verandering mogelijk is. En die ook zegt, de ideologie is voorbij, we zijn voorbij de ideologie. En je zou kunnen zeggen dat dat natuurlijk op zich de een en overgebleven ideologie dan is. En een heel sterke ideologie. Het idee van, ja, de ideologie kan niet meer, hoeft niet meer, er zijn geen alternatieven. Dat verlamt heel erg. En je ziet in toenemende mate, op allerlei plekken zie je dat gebeuren, dat mensen daarvan denken, ja, is dat het nou? Maken wij nu het eind van de geschiedenis van het denken en de politieke ontwikkeling mee? Onwaarschijnlijk, gezien de problemen die we toch hebben nog. En gezien de enorme ongelijkheid die op de wereld is. Want wij kunnen wel heel fijn zeggen, nou jongens, we zijn ontzettend vrij, onze democratie is fantastisch, maar dat kunnen we alleen maar doen ten koste van het gebrek aan vrijheid wat altijd verdeeld bestaat. Waarom dat we recent heel erg goed gezien hebben toen die fabriek in Bangladesh instortte. Overigens ook een verwijzing die al in de eerste New Forest show van Wunderbaum zat. En dat zit daarin omdat dat laat zien dat het heel krankzinnig is om je zo naar binnen gericht te zijn en te zeggen wij omarmen universele idealen van vrijheid, maar alleen voor ons. Want die andere lui die mogen wel een product voor ons maken, dat vinden we heel bedenkt. Voetballen, t-shirts, kopen en zo. Dat doe ik ook. Ik heb het ook mezelf. Maar je kunt toch niet uit het systeem stappen? Nee, je kunt niet uit de systemen stappen, maar systemen bestaan voor een deel bij de gratie van het idee dat iedereen het idee heeft dat ze onderdeel van het systeem zijn. Een heel simpel voorbeeld om het even sociologisch terug te brengen tot een heel simpele relatie. Stel je bent vrienden, dan ben je vrienden omdat je allebei denkt dat je vrienden bent. Zodra jouw vriend zegt, ja sorry, ik ben je vrienden meer, dan kun je zeggen, nee dat begrijp je niet goed, we zijn wel vrienden. Maar dat is niet langer zo. En dat geldt, iets daarvan geldt ook op die grotere schaal. Dit soort economische en politieke systemen bestaan ook bij de gratie van een heel sterk geloof. En in dit geval is dat het geloof dat er geen enkel alternatief voor is. Maar dat is ergens een grote schijn. Nou is het heel moeilijk om daar iets aan te doen, maar je merkt op allerlei momenten, op allerlei plekken merk je onvrede. Ik heb dat als wetenschapper en als filosoof. En Wunderbaum heeft dat in de wereld van theater. En ik denk, hoe meer van dat soort verbindingen we kunnen leggen, dwars door al die systemen heen, hoe creatiever we worden in het toch langzaam gaan verschuiven van die denkhorizon waarvoor eigenlijk niets bestaat. Je zei net ook dat het een heel gevaarlijk idee is om te denken dat democratie gerealiseerd is. Ja. Omdat democratie enorme eisen stelt, namelijk de eis van vrijheid. En dat is niet iets wat zomaar gerealiseerd wordt. Alleen al omdat de vrijheid van de een heel vaak ten koste gaat, meer of minder mate, van de vrijheid van de ander. Dus democratie is, vind ik, een prachtig politiek systeem, omdat het eigenlijk inherent utopisch is. Democratie is eigenlijk altijd iets wat nog te komen is, een belofte naar de toekomst toe. En op het moment dat je zegt, democratie is hier en nu verwezenlijk, niks meer doen, boek kan dicht, dan is dat ook gevaarlijk. Want dan leg je iets vast wat helemaal niet vast te leggen is. En dan leg je ook mensen vast. En hou je ze dus niet vrij. Dan zeg je ook, we hebben geen alternatief. Dus om allerlei redenen ook voor die democratie praktisch heel slecht, omdat die weinig flexibiliteit heeft. Dus politici nu, als je daarmee praat, merk je heel sterk dat die een enorme angst hebben voor een nieuwe Pim Fortuyn of een nieuwe Geert Wilders. Die zijn angstvallig het volk aan het aftasten, middels opiniepeilingen. Wat denken de mensen eigenlijk wel niet? Want dadelijk komt er weer zo'n niet over. In plaats van dat ze, en ze proberen dus eigenlijk te spiegelen wat mensen denken. Dat is niet de taak van een democratische politicus. Die moet mensen een spiegel voorhouden, die moet mensen iets laten denken. Dat is precies wat Pim Fortuyn wel deed. Want al die opiniepeilers die zagen Pim Fortuyn niet aankomen. Pim Fortuyn is voor velen van jullie misschien al een figuur uit hoe wij gaan. Kijk maar op politie, zeg maar, net als Geert Wilders, dat is iets om rekening mee te houden, want die trekt ineens 20, 30 zetels weg. Maar wat zo iemand doet, is niet het mobiliseren van ideeën die altijd al bestaan. Opiniepeilingen vinden dat niet. Zo iemand is eigenlijk de personificatie van een eruptie van ontevredenheid, die denk ik op een veel positievere en productieve manier te vinden is. Dus je zegt eigenlijk, politici moeten pioniers zijn? Ja, politici moeten leven met baanonzekerheid. Politici zijn er nu op uit om te blijven zitten. Dus politici doen beloftes bij verkiezingen en dan zijn ze gekozen. En dan zijn ze niet bezig met de beloftes die ze deden in de afgelopen verkiezingen, maar met de komende verkiezingen waarin ze weer gekozen moeten worden. Ja, dat is een beetje een beeld van de politiek, maar je merkt dat heel sterk wel. En het is niet alles wat er is ook, er zijn allerlei verschillen in politici, maar dat is heel sterk de logica van het systeem waar ze in kan zitten. Het is eigenlijk wel grappig, want zijn ze eigenlijk wel bezig met de toekomst dan? Ja, maar eigenlijk aan het proberen het te houden zoals het altijd is. Precies, maar dat is niet onze toekomst. Nee, we zijn bezig met lijsttoekomsten en op een heel korte termijn. Ja. En de toekomst is ook niet alleen maar dat wat komt in de tijd. Maar de toekomst is die transformaties die wij als volk zullen ondergaan. Niet, de toekomst is niet welke zetelverdeling in de Tweede Kamer zal uitnemen. Dat is net zoals we doen. Ja, precies. Ik heb een vraag aan jullie. Zijn jullie gaan stemmen? Nee. Iedereen? Mag ik zeggen als je niet bent gaan stemmen? Iedereen is gaan stemmen? Ja, ik doe het triest. U doet het? Met pijn. Met pijn, triest. Oké, triest. En hoe was dat voor jullie? Vonden jullie het moeilijk om een stem uit te brengen? Of niet zo moeilijk? Nou ja, ik vond het wel moeilijk om te kiezen van welke partij ga ik nou stemmen, omdat ik niet meer goed weet welke partij voor wat staat en ook dat ik niet vertrouwen in die zin in de partijen heb, dat wat zij zeggen, dat gewoon ook gaat gebeuren. Omdat er moet natuurlijk een kabinet samengevoegd worden waarbij partijen altijd moeten gaan kijken wat het programma gaat komen. En dat vind ik heel goed, maar ik heb, ja, het blijft toch allemaal wel een beetje weer zoals het was. En dan zijn ze wel allemaal vernieuwende ideeën voor de verkiezingen. Maar ik heb weer het idee dat het is van, nou, dat is voor de verkiezingen is dat goed. En daar kunnen we zetels mee binnenhalen, maar daarna wordt er weinig mee gedaan. En dat vind ik wel heel lastig om dan te kiezen. Okay. Dat is een beetje die depolitisering. Paradoxal, als je je stem uitbrengt, het heet stem, maar je houdt je mond. Ja. Ja, je stem uitbrengen is dit doen. En is eigenlijk een soort digitaal iets, het is dit wel en dat niet. Dus heel de politieke substantie die met de democratie komt, dat een volk delibereert en zijn eigen lot bepaalt, wordt juist op het combinatiepunt van de democratie gereduceerd tot... En dat is ergens een ontluisterende ervaring natuurlijk. Het is ook heel maf dat de democratie het idee heeft dat het politiek proces publiek is, maar dat juist het moment van stemmen geheim is. Dat is een soort van anticlimax eigenlijk. En ja, bijvoorbeeld ga je voor de tv zitten en dan denk je, oh ja, dit hebben wij gewild. Maar dat hebben wij niet gewild. Want wat wij is, blijkt pas op het moment dat er verkiezingen zijn. Wij zijn niet voor de verkiezingen. De verkiezingen laten zien wat wij zijn, wie wij zijn, en dan blijkt dat wij helemaal niet één zijn. Dus democratie maakt ook heel, vind ik wel heel mooi in mijn duidelijk, dat wij als volk altijd al gebroken zijn. Want zoveel mensen stemmen dit en andere mensen stemmen dat, en wij zijn geen eenheid. En dat betekent ook dat spreken namens het volk een heel precair en dubieus iets is. En dat betekent ook dat je altijd zult moeten blijven experimenteren eigenlijk met wat democratie is. Waarom is dat? Omdat die vrijheid dus nooit zo materialiseerd is. En omdat het heel goed kan zijn dat gegeven andere omstandigheden, zoals een mondiale economie, financiële markten die een enorme invloed hebben, massamedia die de agenda van een politiek debat heel sterk bepalen, dat je misschien wel andere instituties nodig hebt. om de democratie levend te houden. Het is ook wel gek dat je met stemwijzers en debatten op de media, op de televisie en zo, je moet heel erg je best doen om zelf erachter te komen wat voor de partijen eigenlijk zeggen. Je kan heel makkelijk gezegd worden. Dus op die manier wordt het bijna, dat het bijna is dat ze proberen om je zo weinig mogelijk te laten weten. En dan kies je een soort labeltje van ja, ik stem groen niet, of ik ben voor het milieu. Ja. En op die manier een soort eenheid creëren van mensen die ik zelf ook niet meer weten waar het over gaat. Ja. En dan maar dat is natuurlijk tegenovergesteld van vrijheid. Precies, het is net alsof je een nieuwe provider kiest. Het is allemaal heel complex. Ja. Maar we hebben het makkelijk voor je gemaakt met 3 punten. Ja, precies. Ja. En dus dan ga je een keuze maken. En daaruit zit jouw vrijheid. Ja. En ik vind dat persoonlijk het allerergste wat er is. Eigenlijk betaal ik te veel momenteel voor mijn internet. En ik heb een apart vaste telefoonabonnement. En de televisie is weer bij een ander. Dus dan gaan we denken, zo, ja, we moeten echt iets nieuws gaan, maar daar zie ik zo tegenop. Maar bij politiek is dat precies wat je wel moet doen, je moet je daar overheen zetten. En dan ontdek je dat er heel veel te doen is. En dat er heel veel creativiteit daaruit is in het bedenken hoe we beter kunnen zijn als collectief. Hoe we ons collectief kunnen vormgeven. Dat is ook hoe ik zelf bij Wunderbaum wordt gekomen, nou, die hiervoor altijd als fan van hun voorstellingen al jaren naartoe ging. Omdat ik dacht, ja, die zijn mensen die met theater bezig zijn, maar die zijn altijd ook met iets bezig, met de stad, met sociale en politieke, altijd al. En dus het is voor mij ook een heel interessant iets om hiermee bezig te zijn. Nog even dat moment van de verkiezing als voorbeeld. Dat zou eigenlijk het meest democratische moment moeten zijn, waar jij als burger inspraak hebt in de ideologische koers die de natie zou moeten bewaren of moet aangaan. En wat blijkt, stellen we vast, dat is helemaal niet zo democratisch. Er wordt eigenlijk heel veel inhoud uit je stem weggetrokken. Je zei net al iets van, we moeten op zoek naar andere manieren. Wat moeten we doen? Wat stel je zelf voor? En wat stel je ook zelf voor in de boek dat je zei? Hoe moeten we dat tijd keren? Nou, ik stel zelf iets voor, dat is een beetje een utopisch idee, maar dat is juist wat we nodig hebben. Utopisch denken betekent namelijk niet dat je zegt, nou, dit is het ideaal, dat gaan we realiseren, maar het levert wel alternatieven op. Dat gaat dus voorbij aan het idee dat er geen alternatieven zijn. En ik zeg zelf iets over wat ik noem een Raad van State. Als je nu ziet dat onze politieke agenda gedomineerd wordt door massamedia en financiële markten, en dat belangrijke markt, die hebben we niet gekozen. Die spreken niet namens ons, die spreken namens particuliere belangen. Moet je dan niet zeggen, goed, we nemen een aantal andere systemen die een publiek belang op het oog hebben, zoals kunst, wetenschap en religie. Waarom zouden we die niet vertegenwoordigd laten zijn in een Raad van State die een zekere agenderende macht heeft in de Tweede Kamer? Zoals in de Tweede Kamer politici het systematisch alleen maar hebben over die financiële markten en niet over de ecologie bijvoorbeeld, waar het in Nederland niet over gaat. Zou je dan een instituut kunnen hebben dat zegt, ja, je moet het hier wel over hebben, je moet je hier wel voor behouden. En dat is één idee waar je kunt zien van, ja, goed, of dit er per se moet komen, weet ik niet. Maar natuurlijk is onze democratie niet af, natuurlijk kan die zich ontwikkelen, natuurlijk kan je daarmee experimenteren. Overigens moeten we geen beperkte opvatting van democratie hebben. Er is de democratie, en dat zijn de instituties, Den Haag, het stemmen, et cetera, eens in de 4 jaar, tegenwoordig eigenlijk eens in de 2 jaar, 2,5 jaar. Maar er is ook democratie, dat is wat wij hier doen. Want wij zijn bezig te praten met elkaar en ons kritisch te verhouden ten opzichte van dat wat de democratie genoemd wordt. Dat is democratie. Democratie is in het alledaagse leven overal. Dat is het grote voordeel dat democratie ook heeft ten opzichte van een totalitair regime, waar je absoluut niet in het openbaar kunt gaan praten over de politiek. Dus democratie, omdat zich dat eigenlijk fundamenteel nooit helemaal laat beperken tot die anticlimax van de stem of tot Den Haag, heeft het ook de neiging om zichzelf wel in zekere zin scherp te houden en kritisch te houden. Maar dat kan alleen maar als er voldoende mensen inderdaad zijn die daarover praten en die daar initiatieven in ontwikkelen en die ook een verbeelding schetsen. En dat is waar bijvoorbeeld theater een belangrijke rol in kan spelen. Heel mooi, dankjewel. Ik kijk nog even naar jullie, want Willem gaat er zo weer op door. Ik vond dat zeker. Je begon met het verhaal van het idee is utopisch en de uitreiking is een soort raad van bestuur en kunstenaars en andere mooie ideemakers die adviezen of die onderwerpen deponeren waarover gesproken wordt. Op zich klinkt het voor mij niet heel utopisch. Waarom is het zo utopisch? Het is utopisch omdat in onze, ja, dat is een goed punt eigenlijk, maar ik denk in onze huidige constellatie is het zeer utopisch als je weet hoe het bestuurlijk in Den Haag in elkaar zit, dat er een raad van state zou komen die een agenderende macht heeft. Dus echt een macht die dingen op de agenda van de Tweede Kamer kan plaatsen. En het is ook utopisch voor mij, omdat ik niet. Kenmerk van de utopie is dat die niet gerealiseerd gaat worden. Kijk, utopisch denken gaat helemaal verkeerd als je zegt van en we gaan die utopie nu kost wat kost realiseren. Dan krijg je fascisme en een bepaalde vorm van communisme. Utopie kan oriënterend werken naar de toekomst toe. Als je zegt, ja, daarin liggen bepaalde waarden die we gaan proberen te verwerkelijken, wel weten dat dat nooit helemaal zal lukken en ook niet per se hoeft, omdat we dan alles weer in één model persen, wat misschien maar mijn politieke particuliere model is. Dus voor mij is het ook utopisch, niet bedoeld om echt per se te realiseren, maar het laat zien dat er dat degelijke reflectie op alternatieven mogelijk is. Dus de utopie is eigenlijk een heel prettig toekomstbeeld. Ja, of het is een idee. Het idee van de utopie. Nou, de utopie moet dan verleiden. Gek is dat de utopie een scheldwoord is geworden in de laatste jaren. Ja, dat is misschien anders. Ja, maar ik kan nog ook zeggen dat is omdat utopie met links geassocieerd wordt, heel onterecht. De fascisten waren ook utopisten. Zijn. Ja, dat zijn ontzettend veel fascisten. Maar links is een schatwoord geworden. Dat heeft te maken met het idee dat links aan de macht is geweest in Nederland. Dat is gevallig geweest.